landen jullie weer kijken? Zoals jullie weten zijn we een oude tank aan het restaureren. Het is een type 69-2. En deze die komt dus uit Irak. Die heeft nu meegevochten in de Golfoorlog. Die is nog van Saddam Hussein geweest. Toen heeft hij rondgereden in de woestijn. Toen is hij buitgemaakt door de Engelsen. Die hebben hem meegenomen naar Engeland. En toen heeft hij meer dan 20 jaar buiten gestaan in de regen. Een hoop roest. Ja, heel wat bergen roest, zeg maar. Dat was er niet erg goed voor. Wij zijn hem aan het restaureren. Moet je maar eens even kijken. Ja, ik heb even het kleine prielwerk weer ingeruild voor iets serieuzer werk. Nou, dit zijn de stuurhendels. Kijk, en de versnellingspook. En de versnellingspook die beweegt eigenlijk alleen maar zo nog. Normaal gesproken, als je hier schakelt, dan gaan deze stiften, hier ziet die asjes, die gaan klikken, die gaan naar buiten en naar binnen. Maar dat zit allemaal best wel vastgeroest natuurlijk. Dus ik heb het helemaal open gemaakt. Ik heb er net al een plens water uitgegooid wat er binnenin zat. Kijk, hier heb je de pook. Kijk, en als hij in zijn vrij staat, maar zo, dan beweegt hij dus zo op en neer. Kijk, en dan gaat deze, als die hier binnenin zit, die schuift op, zo op en neer. En als je dan hier in dit luikje kijkt, daar zo. Kijk, dan zie je een bal die schuift op en neer. Zie je dat? Ja, die schuift dan op en neer in een inkeping in die drie assen die je daar ziet zitten. Ja, en als je dan de pook naar voren of naar achter beweegt, zeg maar, dan drukt hij zo'n as naar buiten of trekt hij hem naar binnen. Maar dat doet hij dus niet meer, want die assen die zitten natuurlijk muurvast. Heb ik eraf gehaald. Deze is het grootste probleem. Hier zitten die assen zitten vast. Asje me nou. Dat komt nou wel goed, want die is er nou uit. Dus dat kunnen we dadelijk in de bankschroef zetten en langs alle kanten tegenaan hengsten. Ja, daar ligt de rest allemaal. Hè? Ja, dus nou deze gangbaan maken, onderdelen ontroesten, opschilderen en dan kan hij terug in elkaar en dan kan hij hierin. Kijk. Ja, daarom. Het was al zo vreemd, joh. Ik denk, er zitten gaten voor een arretering, maar de arretering zit er niet. Maar dat hebben ze zo gedaan. Je gooit hier een veertje in, er zit een blind gat. Daarop ligt een kogeltje. Kijk, aan de kogeltje wordt er een veertje, zeg maar, omhoog gedrukt. Dus als je deze wil schakelen, dan gaat dat kogeltje wat naar beneden gedrukt, zo. En dan klik, dan zit hij weer vast. Ja, deze wil er niet uit en daar hebben we al gevonden waarom dat is. Dat is natuurlijk omdat deze, die is voor de achteruit ook. En die heeft een, nog een extra palletje. Kijk, hij doet het gewoon ook nog. Dit, en nou moet hij eruit. Die is al een beetje opgepoetst, hè? Dat kan best genoeg zijn al. Eens even kijken. Waar komt de toets zo? Het blinkt weer, hè. Ik heb de braampjes netjes weggehaald. Deze. Kijken. Hé, hey. Hier daar. Hier. Als een nieuwe, hè. Allemaal weer gangbaar gemaakt. Kijk, ik ga de dingen in elkaar gaan. Het is een boutje met zo'n stift eraan natuurlijk. Die voorkomt dat dat schakelwalsje eruit valt.
daaronder zit die, die wals hè, die ik net heb laten zien. Daar zitten een aantal inkepingen in. En die, ja, die zuigers die ik er net in heb gegooid, met die veertjes eronder, zeg maar, die vallen in die inkepingen. Dus als dit ding verdraait, zeg maar, dan pas kun je deze indrukken. Dus kijk, nou, als ik hem nu, nou kan ik hem niet indrukken. Hoort het ook. En als ik hem nou verzet, deze. Nou kun je hem wel indrukken. Mooi. Kogeltje er is er eigenlijk voor dat hij altijd in de middenstand moet staan, wil de naastgelegen pen bewegen. Kijk, kijk, je kunt je voorstellen dat als hier nou een gat zit waar de kogeltje in ligt, dan kan deze pin nou niet bewegen. Dat kan pas als deze weer bij het midden is en dan gaat de kogeltje, loep, kan hij naar die kant en dan kan deze bewegen. Dat is om te voorkomen dat hij meer versnellingen tegelijk kan inschakelen, want als dat gebeurt dan gaat je versnelling pak kapot. Ja, nou dan. Zij die veel kan hers. Ja. Hers. Ja, goeie. Klaar. Dat was het. Tjak. Oké. Okay. Dirk! Oh! Was dat niet de bedoeling? Ik heb hier een schitterende nieuwe staalkabel, zie je. Die moet naar dit palletje. Nou had ik zeg maar bij Indie deze kabel besteld met zo'n heel mooi oogje eraan. Dat asje wat hierin zit, ik kan er niet uit, zit er ingeklonken. Dit hier, die hadden zeg maar zo de kabeltje doorheen gedaan. En dan hier met staaldraad, met die kleine vingertjes, helemaal zo eromheen liggen draaien en vastgeknoopt. Dat was ik dus niet van plan. Maar nou had ik zeg maar dit, kijk hier. Ik had nog een stuk van die koperen remleiding. Heb ik even een stukje van afgehaald. Kijk, deze. En dan had ik het zo gedacht, let op. Kijk. Dat bedoel ik. Nou. Gast, moest ik hiervoor komen? Ja. Maar nee. Al doet hij weer zo, hè? Nee, ik vind het mooi. Dit is mooi, hoor. Kijk. Kijk, hop.
kijk dan toch eens. Dit is het gaspedaal, hè? Ja. Het is wel een chic gaspedaal. Beugeltjes. Hey, dit past niet. We zijn nu bezig met het terugmonteren van alle bedieningsorganen. Hè. Kijk, hier zit bijvoorbeeld het. Dat is van de stuurbekrachtiging. Hè. Dat is het hydraulische geval wat we er straks in elkaar gezet hebben. Naar voren heb ik het gaspedaal al deels op zijn plek gelegd. Ja, dan kan straks de hele pedaalbox er weer in. Hopen dat we vandaag toch de bestuurdersplek ver in elkaar hebben staan. Ja, alleen het belangrijkste hebben we nog niet. Dus de stoel. Dat is een beetje jammer. Maar ja, goed, een detail. Ja, en als al die componenten allemaal op hun plek zitten, dan kunnen we straks ook beginnen met de stangen die hier allemaal van hier naar achter toe lopen. Die kunnen we dan gaan monteren. En als die dingen erin zitten, dan kunnen we ook eindelijk onze kachel erin zetten, want die komt hier te staan. Maar die stangen lopen achter die kachel door, dus daarom moet dat wel eerst gebeuren voor we de kachel kunnen monteren. Ja, dan is het interieur al voor een heel groot deel klaar. Dan moet natuurlijk de vloer moet er nog ingelegd worden. Daar moeten we nog wat onderdeeltjes voor laten snijden en maken. Maar dan begint het wel ergens op te lijken, denk ik. Hè? Ja, hier zitten dus twee van die trekveren. En volgens mij zorgen die ervoor dat de stuurhendels weer altijd naar voren toe gaan. Een soort van arretering misschien, daar komen we dadelijk achter. Maar die veren die trekken dus naar boven. En ja, die zijn wel zo verschrikkelijk stug, dan kunnen we die niet uittrekken om naar boven die moertjes op te draaien. Dus we hebben nu dit blok weer losgedraaid, veren boven vastgezet en nou hopen dat we het blok naar beneden kunnen trekken op die manier. Dus we hebben daar weer een bout erin. Alleen nou hier moet er ook nog een bout in. Dat gaat niet zo van harte. Nou, als jij daar ergens gaat zitten en hem daarheen trekt, dan duw ik hem er naartoe. Ja. Nice. Dat is een goede zaak. Nou, we hebben weer een boel gedaan. Toch? Of niet, Erik? Het is toch weer mooi, hè? Ja, alles zit erin. Bijna heel de bestuurderspositie weer in orde, hè? Alleen de stoel, die mist nog. Maar ja, die hebben we ook nog niet, dus dat konden we nog niet terugmonteren. Ja. Desalniettemin, ik vind dat we best wel goed opgeschoten zijn. Hé mensen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En nog even een kleine melding. We hebben op jullie verzoek een Patreon opgezet. Dus als mensen graag willen doneren aan onze projecten, zodat wij nog betere content voor jullie kunnen maken. Nou, dat zou super zijn. Ja, kun je het niet. Voel je vooral niet verplicht. Blijf gewoon onze video's kijken. Dus, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.